slagroom, toch? Zeker, hele goede. Ja? 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 Heel graag, extra slagroom. Twee maal. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Wacht je tot je ijstee hebt? Ja, kom maar op. Je zit duidelijk in een crisis. Depressie oorzaak nummer 1. Geldproblemen. 2. Bedherde. Sorry, ik zie het al. Liefdesproblemen. Het zijn niet echt problemen, maar ik denk... Ik ben bang dat ik... Dat je deze vraag vandaag nog afmaakt. Ik denk dat ik lesbisch ben. Je werd wakker en je dacht... Ook een optie? Ja. Ja, precies zo eigenlijk. Ik heb een droom gehad over een vrouw. Een nogal seksueel getinte droom. En was het seks? Of alleen zoenen? Ja, het was meer een sfeer. Het was heel intiem en sexy. En was de dame in kwestie een bekende of een onbekende? Maakt dat uit? Ja. Onbekende. Waarom maakt dat uit? Nou ja, voor de amusementswaarde van het verhaal. Kees, sorry, grapje. Maar hoe wist jij bijvoorbeeld dat je homo was? Ik had een droom. Over een jongen. Sorry, maar dit is echt heel grappig. Het is niet grappig. Het is een droom. Een vaag, onbewust, nietszeggend... Verlangen? Nee, joh. Iedere vrouw heeft die droom wel eens gehad. Misschien zag je gisteren op tv twee vrouwen zoenen en... dan hoeft het onderwerp alleen maar in je hoofd te zetten. Oké, dus ik ben niet lesbisch. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat je op basis van één droom... niet meteen conclusies moet lopen trekken. Maar hoe wist jij het dan? Nou ja, ik merkte af en toe dingen. Dat ik liever posters boven mijn bed had van halfnaakte jongens. Op een dag dan merk je gewoon dat je hart sneller gaat kloppen van iemand. En dan... Ja, dan weet je het gewoon. Dus misschien moet je het gewoon gaan uitzoeken. Met die droomvrouw van je. Ik dacht, als ik hier zit, dan weet ik het wel. Maar niet. Of... Alsjeblieft. Dankjewel. Niet niks, maar... Want anders wist ik het wel, maar dat is dus niet zo. Maar er is wel iets. En ik weet niet zo goed wat dat betekent. Ja, waarschijnlijk val ik niet op vrouwen, want ik heb nog nooit iets voor een vrouw gevoeld. Tot die droom. Ik weet niet, het was zo... De droom? Ik droomde dat wij intiem waren. Of nou, niet intiem, maar wel intiem. En waarschijnlijk betekent het niks. Want welke vrouw heeft niet ooit zo'n droom gehad? Maar voor hetzelfde geld is het wel iets en... Dat wil ik onderzoeken.
ik wil jou geen valse hoop geven. Misschien betekent het niets, maar ik weet het niet. Ik hoop dat je hierdoor nog wel vriendinnen met me wilt blijven. Of überhaupt kunt blijven. Ja. Ja, natuurlijk. Maar dit verandert niks tussen ons, toch? Ik wil niet te voorbarig zijn, maar... Doet dit iets met je? Sorry. Ik wilde je gewoon even laten ontspannen. Nou, ik ga voor de crème brûlée, hè? Ik heb me juist in geen tijden zo goed gevoeld. Ik denk de hele dag aan Onja en als ik haar zie, dan... Heb jij tijd voor een manicurebehandeling? Kijk eens. Dak zit erop. Zijn dit ze misschien? Ja. Oeh. Doe niet zo nerveus. Hoezo? Wij zijn gewoon vriendinnen die gezellig met elkaar gaan drinken.